Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag met een Harry Potter replica. Dat is al eventjes geleden. Vandaag heb ik een heel erg exciting pakket hier zo. Want deze is handgemaakt door iemand en ik heb hem nog niet gezien. Het pakket zit nog dicht, dus we gaan hem zo samen openmaken en kijken hoe het eruit ziet. Voordat we dat gaan doen, ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. En dan blijf jij gewoon op de hoogte van alle magische video's die ik hier zo upload. En als je daar toch bent, klik dan eventjes op dat belletje ernaast, zodat je geen enkele video van mij mist. Laten we hem dan nu samen gaan openmaken. Dit pakket is wel een verhaal. En ik wil het eigenlijk vertellen terwijl ik het openmaak. Maar ik heb er dan altijd problemen mee met de edit. Dus ik doe het heel eventjes snel ervoor. Ik kwam de maakster van deze replica tegen op Facebook. In een Harry Potter Facebookgroep adverteerden ze dat ze handgemaakte replica's maakten van alles wat je eigenlijk maar wilde. Dat je zeg maar kan vragen of ze dat kan maken. Nu had ze voorbeeldfoto's erbij gedaan van het monsterboek. En oh my god, zagen die er geweldig uit. Dus ik dacht, het monsterboek is iets wat ik altijd al gewild heb als replica, maar niet voor zo achterlijk veel geld als die ene die er wel is, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik hou dat al een tijdje in de gaten op Etsy en ik dacht, ja, ik vraag haar gewoon wat haar prijzen zijn. En toen reageerde zij dat ze dus mijn video's keek. En toen zijn we uiteindelijk op een samenwerking gekomen voor een video. Dus dit had ik ook niet verwacht dat ik hem nu zou vast hebben. Maar het is echt heel, heel erg leuk. En ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan heeft gemaakt. Dus we gaan hem nu echt openmaken, want ik kan niet meer wachten. Ta-da-da-da. Bovenop krijg ik haar business card. Ik zal hier wel een close-upje van maken. En ze heet Maying Fantasy Creations. Handmade Fantasy Product. Hier zo staat haar Instagram, Facebook en e-mailadres op, zie ik. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ze maakt hele vette dingen. Eentje die ook heel erg cool was, die ze laatst had gemaakt, was Luna haar Lion Head. Die was insane. Dus ja, zeker het bekijken waard, mocht je geïnteresseerd zijn. Ik word er niet voor betaald om deze video te maken, maar ik krijg het product wel van haar, zeg maar. Dus dat je dat weet. Alle meningen die ik ga hebben zijn van mezelf. Laten we hem nu maar openmaken. Ik vind het sowieso, het idee dat iemand dit helemaal zelf heeft gemaakt, insane. Oh my goodness. Oh my god. Oh, dat... Oh, ik doe hem open gelijk om te kijken of die zeg maar ook gewoon normaal werkt. En ze heeft er allemaal Harry Potter stickers in gedaan. Dat is wel heel erg leuk. Maar het gaat natuurlijk om het monsterboek. Ze had me prijs... Vlieg meteen al mijn vacht door de lucht. Ze had me allemaal prijzen gestuurd, dus die zal ik heel eventjes opnoemen. Deze die ik hier vast heb, dit formaat, kost €115. Wat ik een hele... eerlijk, echt een goede prijs vind. Als je kijkt op Etsy en dergelijke. Voor, hij is echt groot. Handgemaakt. Helemaal van scratch. Is €115. Degene die ze op Facebook had gedeeld was een kleinere maat. En die was €75. Maar hier hebben we hem dus. Hij ziet er echt insane goed uit. Het eerste dat mij echt meteen opvalt zijn de ogen en ja, zeg maar het gezichtje van het monsterboek. Die ziet er echt zo cool uit. Echt insane. De vacht klopt heel erg goed. Het lijkt echt op het monsterboek. Dan de letters en zo, zeg maar de tekst heeft ze ook zelf gedaan. Deze lijkt heel erg goed op de boeken uit de film die je ziet. Wat me hierbij wel opvalt is dat er wat lijmresten zitten, maar die kan ik zelf zo eventjes weghalen. Dat zijn natuurlijk dingen, het wordt niet gemaakt door een fabriek, het wordt handgemaakt door iemand thuis. Maar het ziet er insane goed uit, hoe ze monsters ook heeft geschreven en zo. Super cool. En ja, dit vind ik echt hetgene waar ze zichzelf totaal mee overtroffen heeft, is de mond en de... ja, wat zijn het? Tentakels? Want als je goed kijkt, zie je dat ze ook allemaal aan de onderkant allemaal nopjes hebben. die geschilderd zijn. En ja, gewoon de mond ziet er echt insane echt uit. Met ook allemaal van die paarse adertjes die er overheen lopen. Dan hebben we ook de tong die eruit steekt. Wederom geldt hiervoor. Aan de onderzijde zie je wel weer wat lijm. Maar dat kan misschien zelf wegwerken. Maar de tong ziet er ook heel realistisch uit. En hij is dus werkend. Samen met haar heb ik een boek uitgekozen, zeg maar, wat het zou zijn, zodat het ook echt iets erin kan doen. Dus ik kan het ook gewoon echt als opberging gebruiken of iets dergelijks. Nu lijkt het van de zijkant, zeg maar, wel echt een boek. Heeft ze er... Ik weet niet of ze dat zelf heeft gedaan of dat dat al was. Want aan de voorkant heeft het dat niet in het hout. Maar aan de boven- en onderzijde lijken het echt op bladzijden. Dus aan de voorkant zelf niet. Ik moet zeggen, hij is insane cool. Hij lijkt heel erg op het origineel. Ik wou hem dus een stuk groter dan degene die ze op Facebook, zeg maar, adverteerde. Omdat de boeken natuurlijk in de films ook groter zijn. Maar dit is dus de replica die ze heeft gemaakt. Ik vind hem super vet. Ik hoop dat ik wat goede close-ups voor jullie heb kunnen maken. Want dit is wel echt iets wat je niet kan kopen op deze manier, echt. En ik denk dat dit een hele mooie is voor de prijs waarvoor ze verkoopt. En voor in je Harry Potter collectie. Dus of er is iets bijvoorbeeld wat je heel graag zou willen, maar dat er geen replica van is door bijvoorbeeld de Noble Collectie. Dan kan je daarmee naar haar gaan, kijken of zij het kan maken. Want ja, dit is toch super vet. Ik ben heel erg dankbaar dat ze mij deze wilden opsturen. Het is een wat andere Harry Potter video dan dat ik normaal maak. Maar ik wil hem heel erg graag met jullie delen. Het idee voor een video over dit item leek me gewoon zelf ook al heel erg tof. Ik denk, nou ik weet eigenlijk wel haast wel zeker dat deze er super vet uit zal zien op mijn schappen. Ik zal haar Facebookpagina en Instagram hier ook onder linken, mocht je geïnteresseerd zijn. Dankjewel aan Maying Fantasy Creations, heet ze volgens mij uit mijn hoofd. Laat me vooral weten of jij nou deze soort video's leuk vindt. Dat ik Harry Potter replica's, als ik hier zeg maar eentje heb die ik bijzonder genoeg vind voor een video. Of jullie geïnteresseerd zouden zijn dat ik deze unbox en mijn eerste indruk vertel in de video. Want dat leek mezelf best wel een leuk idee. Want ik krijg heel erg veel reacties, vooral van jullie op Instagram, dat jullie meer Harry Potter video's willen zien. En er komen er aan, echt waar. Ik heb Geekierboxen klaarstaan en allemaal zulke soort dingen. Dus er komen er genoeg aan. Alleen, ja, het leek me ook heel erg leuk om meer zulke soort video's te doen. Dus als jullie daar geïnteresseerd in zijn, laat mij vooral hieronder in de reacties weten. Want er is een item op het moment die ik in het oog heb. En ik denk dat die perfect zou zijn voor zo'n video die ik nu zojuist heb opgenomen. Die jij zojuist hebt gekeken. Om dat daar ook mee te doen. Dus als jullie dit idee, format leuk vinden, laat het me vooral weten hier zo onder. Dan kunnen we dat meer gaan doen in de toekomst. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, een fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt op een positieve manier. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Ik besef me net dat ik altijd zeg dat je me opvalt. Maar dat kan natuurlijk ook in een niet zo positieve manier. Misschien doe ik gewoon een keer voor de grap in dit gedeelte allemaal haatreacties, omdat ik dat altijd zei. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte van al mijn Harry Potter video's op dit kanaal. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!